Yo mensen, Jarask hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe video hier op mijn kanaal Jarask Gaming. Vandaag zit ik hier samen met de Jaraski Challenge nummer 2 winnaar. Dus ik zou zeggen, Tim, stel jezelf heel veel snel voor. Praat een beetje over de gameplay dat je hier ziet. Want het is natuurlijk jouw gameplay van de Jara Challenge 2. Dus ga je gang. Ja, ik ben Tim van Aperture Gaming. En ik heb de Jara Challenge gewonnen. En ten eerste ging ik gewoon... ik begon meteen op maandag. Ik ben gewoon doorgegaan tot vrijdag en toen haalde ik hem een keer. Dat was op Village met de ACR. En mijn teammates waren kei slecht, maar er zat wel een beetje lag in. Ja, het is ook opgenomen uit theatermode volgens mij. Ja. Ja, ja, ja. En ik haal jammer genoeg niet de MOAB. Alleen, dat maakt het op zich ook nog best wel raar dat ik 51 kills kan halen met gewoon een wapen en niet de MOAB. Ja, je had bij deze challenge ook echt heel veel geluk nodig, zoals je net al zei, dat je teammates gewoon slecht zijn. Ja. Ik zie hier in de map heel veel nulse prestige rondlopen, die, kijk waar die vent rechts van je bijvoorbeeld op de minimap loopt, of waar deze vet zit te campen. Dat werkt natuurlijk niet, dus geluk had je nodig bij deze challenge, maar jij hebt 51 kills gedropt in één team deathmatch potje van tussen de 75 kills die je kan maken. Dat is gewoon een hele boel met nog eens... Niet de MOAB, als je dat snapt. Ja. Met dan nog eens niet de MOAB. Dat is een vet rare zin. Maar dat is echt super nice. En op je kanaal, wat upload je daar precies om daar nog even over te praten? Ik upload ook Call of Duty. En ik ga ook Advanced Warfare uploaden. Dus ik heb zelf ook echt heel veel zin in Advanced Warfare. Nog een paar dagjes natuurlijk. En ik weet niet wat jij er precies van verwacht. Qua super jump, double jump, et cetera. Ja, het lijkt mij wel vet, maar ik moet nog even afwachten of er campers in komen. Ja, precies. Ik hoop niet als Ghost. Nee, Ghost, dat was een beetje een ram met campers. Nee, maar ik hoop gewoon dat er... Ik heb wel al bullshit dingen gezien, zeg maar, in Advanced Warfare. Maar ik hoop gewoon dat de bullshit die ik tot nu toe heb gezien, dat ze dat zo snel mogelijk ook gaan updaten. Gewoon dat het wat slechter wordt, of misschien andere dingen weer wat beter worden. Mm-hmm. Want de bullshit in Call of Duty, dat wil je nou net niet hebben. Helemaal natuurlijk niet bullshit met nog eens campers erbij, want dat was in Ghost een beetje het probleem. En dat was echt niet normaal, want in elke game kwam ik al een stuk of 3 campers tegen sowieso. Ja, leuk spel, hè? Ja. Op zich, Ghost, als je erover nadenkt, het was gewoon een redelijk goed spel. Maar... Mm-hmm. Ja, dat de campers zo'n voordeel konden krijgen ten opzichte van de andere spelers. Dat was gewoon echt het grootste probleem dat Ghost had. Ja. Maar ja, Advanced Warfare komt eraan, dus... Ja, daar heb ik echt zo'n zin in. Ik kan echt gewoon niet wachten. Ik hoop in ieder geval dat het gewoon zo'n spel wordt dat je het gewoon lang kan volhouden. Want bij Ghost, die had ik zeg maar al van tevoren. Ik had hem toen hij nog niet uit was. En ik zat dus op Skype met allemaal YouTubers en met allemaal maten van me. En zij had het spel nog niet, omdat hij nog niet uit was. Dus ik heel droog gewoon zeggen, ja, het is best wel een chill spel, het loopt wel soepel. Volgende dag was het zondag, hij kwam volgens mij op dinsdag uit. Toen zei ik al meteen, er zit best wel veel bullshit in, jongens. Dit. En toen zei ik dus eigenlijk al dat het best wel een kutspel was. Gewoon toen het spel nog niet uit was. Dus ja, daaraan had ik ook al zo'n gevoel van, ja, dat is niet echt heel erg chill. Nee, dat klopt. Ja, ik upload niet echt Ghost, want... Vooral daardoor. En ik upload vooral Modern Warfare 3. Want dat blijft gewoon mijn favoriete spel. Maar ik hoop dat Advanced Warfare mijn favoriet wordt. Ja. Ja, Modern Warfare 3 loopt altijd wel lekker snel. En ik zie hier ook in de achtergrond gameplay dat je best wel hard genaaid wordt, man. Ja. Je zei al, je team is best wel slecht en dan krijg je een Reaper tegen je. Ja, ik had ook soms dat ik zoveel lag, dan kon ik gewoon niet bewegen. En toen kwam uiteindelijk gelukkig een host migration, dus toen was het meer minder. Ja. Weet je wat wel chillen is van die wat slechtere mensen? Je had net een Reaper tegen je en ik zie heel vaak dat gisteren ook toen ik even Black Ops 2 aan het spelen was, dat die wat slechtere mensen altijd de stinger aan hebben staan. Ja, dat klopt. Dat is zo chill, want er worden gewoon al die scorestreaks worden uit de lucht geknald. Gisteren ook had ik in mijn potje, had ik iemand die stond 0-30, maar hij stond bovenaan... Van de leaderboard. Hij was gewoon MVP. Waardoor? Omdat hij alles uit de lucht had geschoten, jongen. Maar dat is zo chill als je daar weer in het team zit.
Ja, dat kan ik wel begrijpen, ja. En voor jou helemaal hierbij, want jij kan lekker veel kills oppakken. Want je ziet hier al, potje zit er bijna op, je gaat soms ja. even dood. Nou ja, dat maakt natuurlijk niet uit. Maar je haalt wel gewoon die 51 motherfucking kills. Ja. Mijn eerste reactie, ik snapte eerst ook helemaal niet dat ik het had gehaald. Want ik dacht, er zijn vast wel mensen die wel iets hoger hebben gehaald. Ja, ik had één andere iemand die had ook 51 kills. Alleen die had Yard 2 niet in zijn Clantic staan, dus ja, dan gaat het natuurlijk niet door. Hey. En ik had nog twee of drie mensen met 50 kills. Dus je hebt echt net die ene kill die je hebt gemaakt. Dat was net het killetje om de winnaar te worden. Dus ja, ik ben er heel erg blij mee. Dus. En ik zie ook dat de gameplay er alweer bijna op zit. Dus wil je nog wat zeggen tegen de kijkers? Ja, vergeet niet om mij te abonneren. En te liken. Precies. En ik wens de volgende jaren... Ja, ik wens iedereen succes bij de volgende jaren challenge. Ja, die komt er waarschijnlijk weer aan op Advanced Warfare. Dus dat is eventjes wachten natuurlijk. En dan kan jij ook weer meedoen. Want misschien kan je nog een keer winnen. Je weet maar nooit. Ja. Ik zou zeggen mensen, abonneer eventjes op Tim. En yes. Hij gaat ook gewoon lekker uploaden bij Advanced Warfare. Hij gaat knallen volgens mij met die game, toch? Zeker. Aight. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te liken. Tot de volgende keer weer mensen. Later.